Elke dag zenden we bij Nooit Meer Slapen reportages uit vanaf het ITVA. En vandaag ga ik in gesprek met theatermaker Matthijs Jansen over de film All Inclusive. Matthijs, jullie hebben met theatergroep Wunderbaum een voorstelling gemaakt over All Inclusive Cruises. Deze film, die All Inclusive heet, die hebben we gekeken. Wat heb je gezien? Ik heb een heleboel mensen bij elkaar gezien die heel enthousiast samen geanimeerd worden door een team van mensen die daar professioneel voor zijn opgeleid. Ik vond eigenlijk dat ze nog best wel een groot saamhorigheidsgevoel hadden, deze mensen. En er straalde best wel veel enthousiasme uit. Maar ook de absurditeit van wat je je als mens laat aandoen. Wat vond je van de vorm van de documentaire? Ja, ik vind die heel mooi. Gewoon zo simpel, eigenlijk eenvoudig een kader kiezen, je camera laten lopen. En doordat er zoveel aan de hand is, doordat mensen het shot inlopen, doordat je ze gewoon ziet. Je ziet de mens in zijn meest onbeholpen vorm, naar mijn mening. En dat vind ik wel heel goed in die stilstaande shots, die prachtig gecadreerd zijn. Hij duurt maar 10 minuutjes. Wat vind je van de lengte? Ja, van mij had hij had zeker langer mogen duren, hoor. Maar ik vond deze, wat ik wel goed vind aan deze lengte, is dat het iets heeft van wat die wereld ook pretendeert, is zo een lekkere clip van zichzelf te zijn. Het moet allemaal perfect zijn. En daarin is 10 minuten eigenlijk ook makkelijk behapbaar. Dus het sluit ook wel aan bij de vorm van wat zo'n cruise eigenlijk is. En dan krijg je even zo de highlights. Maar dan ook de treurige kant van de highlights. Ik vond het wel aansluiten bij de vorm waarin zo'n maatschappij zelf ook communiceert. Want voor jullie voorstelling, superleuk, maar voortaan zonder mij, zijn jullie op een cruise ship gegaan, intern. En je zei net al, in de film spreekt er heel veel saamhorigheid uit. En dat vond je opvallend. Was dat anders bij jullie? Ja, ik had dat idee wel. Want wij gingen aan boord in Rotterdam. Toen voeren we eerst naar Hamburg. En dat was van een Duitse maatschappij. En daar gingen alle mensen eraf en kwamen er 4000 nieuwe mensen op. En toen zag ik die blikken van die mensen die van de boot afgingen. En dat waren best wel lege, onvoldane blikken, vond ik. Ik vond het niet dat ze er heel gelukkig vanaf gingen. Terwijl ze toch voor al het geluk betalen. Waarom worden ze dan niet gelukkig? Het bouwt steeds op naar een spanning van we gaan aankomen in Zeebrugge. Zeebrugge is geweldig. Je krijgt filmpjes te zien van Zeebrugge. Daar kan je dit, je kan dit. Je kan naar Brussel toe reizen. En vanaf het moment dat je aan bent gekomen in Zeebrugge, wordt eigenlijk alweer gezegd, morgen gaan we naar Le Havre. We gaan naar Le Havre. Dus het is de hele tijd met veel bombarie. Dit komt eraan. Maar de inlossing is er nooit echt helemaal. Er wordt je steeds een snoepje voorgehouden, maar je krijgt hem eigenlijk nooit. Nee, dat is wel zo, ja. Afsluitend, wat vond je ervan? Is het een aanrader? Ik vind het echt een aanrader. Ik vind het echt een hele grappige film. En ook wel ook ontroerend in zijn in hoe je de mens ziet. In zijn zwakke vorm.